is weer zover. Hallo allemaal en welkom bij het Regio Artiestencafé. Ik heb vandaag iemand bij mij in de studio. Ik heb hem leren kennen bij Johan Moreno. Ja, Julia Spaart. Ja. Ja, en die was super gezellig. Feest. Iedereen ging uit zijn dak en dat was ook de bedoeling. En ja, hij heeft een geweldige stem natuurlijk. En dan heb ik het natuurlijk over Kevin Appel. Tadaa. Nou, vertel eens, wie is Kevin? Nou, Kevin is een gezellige Brabantse jongen. Ja. Met een mooie begrijp. Voor de mensen die niet weten waar dat ligt, je ligt bij Eersel onder Eindhoven. Wat ligt er allemaal nog meer in de buurt? Valkenswaard. Ja. Ga dan maar op vakantie, want dat kan er ook. Ja? Ja. Hé, maar wat deed jij voor jij de microfoon in je handen nam? Dus wat heeft jou eigenlijk... Ik heb al de plaats gedraaid bij ons in het café en op feestjes en partijen. Nou, ik denk dat de meesten zo wel begonnen zijn. Mm-hmm. Muziek. We weten allemaal wat muziek met de mensen doet. Is vrijheid, vind ik altijd. Ja, ja. En ja, dat vond ik altijd leuk. Mm-hmm. Totdat die microfoon kwam, spontaan. En toch maar een keer een plaatje opgenomen voor mijn ouders toen ze 25 jaar getrouwd waren. Dat was eigenlijk een beetje zo'n aanzetje. Daar kreeg ik zo'n leuke reacties op. Mm-hmm. Dat ik denk, ja, daar moeten we iets mee, hè? Mm-hmm. Daar moeten we iets mee. Maar toen jij als discjockey eigenlijk aan de gang was, wat voor muziek draaide je toen? Want, ja, feestmuziek. Echt feestmuziek? Ja, ja, wel echt feestmuziek en verzoekjes natuurlijk. Ja. Dus daar komt echt alles voorbij. Nou ben jij DJ geweest en dan heb je feest en partijen gestaan. Heb jij in die tussentijd ook wel eens meegemaakt van, nou, dat je een artiest voor je DJ-boot had staan, dat je dacht van, dat had ik ook kunnen zijn? Nee, toen was ik daar echt niet bewust mee bezig. Nee? Echt niet. Natuurlijk wel eens gezien van, er komt een zanger zingen. Ja, en wel leuk En mooi dat dat dan zo'n werking heeft, zeg maar, op de mensen. Maar nooit zelf zo ervaren. En toen ben ik toch één keer gaan zingen, zeg maar. Spannend. maar daar kreeg ik zo'n leuke reacties op. Dat ik denk, ja, dat moet. Ik ga er iets mee doen. Nou, natuurlijk ook een keer een flop gehad. Oh, ja, ja. Zo zenuwachtig. Ik schaam mij er nog voor. Maar ik was zo zenuwachtig. Ze hadden me opgehaald van, nou goed, ik kom je wel halen. Toen pakte ik één pilsje voor de zenuwen. Ja, ja. Twee pilsjes voor de zenuwen. De zenuwen werden minder. En de zenuwen werden wel minder. Maar het zenuwen werd niet beter. En daar heb ik wel mijn neus een keer gestoten. Ja. En sindsdien ook niet meer... Ja, je hebt een wijze leer aan overgehouden. Ja, een wijze leer aan overgehouden. Ja, het is altijd beter om niet te drinken voordat nee, je... Nee, zeker niet. En het werkt. Niet drinken voordat je de bühne op moet. Ja. Maar dan heb je dus eigenlijk best wel zo'n indruk bij je eigen achtergelaten van, nou, ja, dat moet ik echt, maar ja, dan echt niet meer doen. Dat was niet goed. Ook de reacties was niet zo leuk, zeg maar. En ja, dan is het wel leuk dat als je een keer terugkomt, dat mensen zeggen, oh, het kan wel. Ja, nee, ja. Maar je dacht van, ja, om even mijn zenuwen een beetje aan te krijgen. Ja. Ik wist het nog niet, hè. Ik wist nog niet hoe het werkte. Je moet dat leren, die dingen, hè. Ja. Toen begon bij jou toch te kriebelen om zelf achter die microfoon te staan. Ja. Wat ben je toen eigenlijk allemaal gaan zingen? Eigenlijk voordat jij met je singles kwam, wat zong jij toen allemaal? Liedjes van Django. Ja. Ik denk dat er heel veel voorbij komen. Walt Kroes. Jan Smit. Heb ik gezongen. Ja? Ja. Die heb ik ook opgenomen een keer voor mijn vriendin. Toen nog vriendin, nou vrouw. Inmiddels. Ja, dat is ook alweer even geleden. Ik weet eigenlijk ook niet of we daar nog iets van hebben. Die ga ik sturen. Ga je die sturen? Nou, die wil ik dan zien. Dat was een ballad. Ja? Ik weet niet of je Jan Smit, Leeg om je heen. Ik denk leeg, als ik het hoor, dat... Als je het hoort dan zeg ik weet van, je oh, dat ja, liedje ja, wel. Dat liedje heb ik ook eens opgenomen. Dat is ook leuk. Of ja, leuk. Dat was mooi vooral. Wat voor liedjes zing ik allemaal nog meer? Ben ik gaan zingen voor mijn eigen liedjes? Ja, dat is eigenlijk alleen maar feest. Ja, ja. Dan ben je eigenlijk meer het type voor, denk ik, of niet? Ja, ik hou ook wel van een rustiger nummertje. Gewoon Robbie Williams of zo. Ja. Angels, om even elkaar vastpakken en lekker knuffelen. Maar ik wil wel als ik ergens sta gewoon feest. 100% feest. Feest, ja. Ja. Hey, nou kom ik online iets tegen bij jou. Een boekings. Ja. Ja, vertel. Dan kan ik eigenlijk beter bij het begin beginnen. Doe maar. Coronatijd. Dan was ik met een maatje van mij die zat in de
hoe heet dat nou? In de catering. Ja. En de broodjes en de buffetten. En ja, ik zat een beetje in de muziek, DJ's. Ik had overal wel wat zitten, zeg maar, die wou kon doen of ja, voor ons kon betekenen. Ik zei, dan moeten we bundelen. Ik zeg, en mensen iets kunnen verkopen, hè, eten, drinken, muziek, geluid, het hele pakket. Tenten, ja, en feest, gewoon dat je alles onder één dak had. Nou goed, daar zijn we begonnen, Events Party Experience. En daar vielen ook de artiesten onder. Nou ja, na 3 maanden zei hij al, ik heb het veel te druk en ik ga ermee stoppen. Nou, toen zijn we dan maar weer gestopt. En ik wou toch wel iets blijven doen in de entertainment, dus heb ik de naam even aangehouden. Maar de naam was veel te lang, Events Party Experience, en veel te breed vond ik hem gericht. Ja, toen ben ik eigenlijk gaan kijken naar een andere passende naam. En daar is mijn huidige bedrijfsnaam uit voortgekomen, Perfect Bookings. Ja. En dan kun je een tal van artiesten, discjockeys en zo boeken. En loopt het nog steeds goed na de coronatijd? Het loopt. Ja. Het is nog groeiende, daar wel. Maar we gaan er gewoon het beste van maken. We gaan volle gas in. Ik geef je even zo'n stukje de tijd, ja, om even via de camera een klein beetje reclame te maken voor jouw boekjes. Oh, maar daar ben ik heel goed. Ja. Ga je gang. Ja, nou, dames en heren. Wil je een leuke feestartiesten boeken of Joey van de Kerkhof, bel even Perfect Bookings en we gaan het regelen voor jullie. Kijk, dat is toch maar even mooi meegenomen, ja, toch? Ja. Hey, wat moet voor jou entertainment inhouden? Hoe zei je? Wat moet voor jou entertainment inhouden? Ja, dat is heel breed eigenlijk. Voor ieder wat wils. Mm-hmm. Dus voor jong en oud en voor, voor jong en oud. Dan heb ik eigenlijk alles al gehad, hè. Voor mij ook dan? Ja, voor iedereen. Voor iedereen. Iedereen moet het aan het eind van de avond gewoon naar zijn zin hebben gehad. En de volgende dag kunnen zeggen, dat was leuk, die artiest. Hè? Ja. Heb jij niet zoiets als je dan rond hebt gelopen en je hebt gezien dat de mensen, zeg maar, toch genoten hebben van wat je neer hebt gezet? Ja. Dat je dan zelf niet met een big smile naast je had en een stempel zet van... Altijd. Nou, ik doe altijd na een optreden, ik heb leuke stickers laten maken. Dan, ik heb ze gezien en ik heb ze ook. Dan ga ik... Ja? Ja. Oh ja, ben je Johan? Ja, maar dan gingen ze overal op de deur. Ja, alles, zelfs op de jassen. Ja. Oh echt? Ja. Nou, daar heb ik dan weer niet gezien, want dan was ik naar huis. Ja, die laat ik dan maken, maar dan ga ik altijd even een rondje, even polsen bij de mensen. Maar dan zie je de mensen altijd lachen. Alleen al... Ook omdat je, en je hebt die stickers bij, en dan gaan ze overal op. Dat is goud. Dat is, en die lach van de mensen, ja, en ooit komt er wel eens een nors iemand tegen. Maar dat blijf je houden. Ja. Ja, maar het is wel zo, je zegt al, je hebt stickers. Normale wijze, we zien ze hier ook staan, de strooikaarten. Ja, ja. Die blijven meestal liggen of ze vallen op de grond, maar een sticker wordt nog wel zo gauw in de zak gestopt. Ja, ja, wel gauw. Het is maar zo groot als het bekertje. En misschien iets groter, maar... Maar het werkt wel. Het werkt. Met een QR-code. Ja. En de mensen komen eigenlijk gelijk bij jou uit. Ja, inderdaad. Mijn sociale media's. Dus YouTube, Spotify, Instagram, Facebook. We hebben nog meer. Oh, de website. Perfect Bookings. Oh jee. Ik hoor wel, je hebt het slagreclame. Ja, nou ja. Hier kan alles. Oh, gelukkig. Hey, maar wat is eigenlijk in de muziek jouw favoriete stijl? Je zei al feest. Maar buiten het feest om echt het serieuze gebeuren, zeg maar. Ja, ik denk toch wel af en toe op zijn tijd een rustig nummer, een ballad. Ja. Om toch even weer het rustmomentje, maar toch even de mensen lekker te laten knuffelen. Het hoeft niet altijd volle gas. En daar vind ik wel mooi dat daar, Zou jij zelf een Nederlandse ballad willen maken? Ja, ik denk het wel. Ik ben er nou niet bewust mee bezig, maar ik zou daar wel... Nou ja, ik zeg altijd, er is altijd een tijd ergens voor. Jij bent echt van de feestnummers, dan zou ik zeggen, net als in deze tijd zit er echt in de feest. Maar de meesten die richting de kerst gaan, die komen in november allemaal al met een ballad uit. Ja, dat ga ik wel in mijn hoofd houden nou. Ja? Ja. Nou, je belt me wel even op wanneer je gaat beginnen. Ja, dan zeker. Wel een dan kom ik weer een keer hierheen, hoor. Hey, heb jij ooit iets meegemaakt tijdens een optreden ergens, waar je denkt van, nou, dat kan eigenlijk toch niet gebeuren, zoiets? Oeh, nee, dat is eigenlijk, nee. Wat dat betreft heb ik dan wel saaie optredens.
Meen je niet? Lijkt me sterk met zo'n feestzang. Ja, dat wel. Maar ze plakken op alle plekken stickers, zeg maar. Dat vind ik dan wel gek. Maar echt heel veel, nee. Ook geen gekke mensen die zomaar in één keer spontaan op het podium komen. En dat wel altijd. Of mensen die dan een gekke kop trekken voor hoe dat ik niet meer bij kom en dat ik niet meer weet waar ik moet kijken. Waar de tekst is gebleven. Ja, ook weg, inderdaad. Hey, maar wat zou jij nog willen doen in de muziekwereld? Veel muziek maken en de mensen altijd blij maken. Dus zorgen dat er altijd vrolijkheid is. En af en toe een lach, heel veel lachen en af en toe een traan. Maar hoort bij het vak. Ja, dat klopt. Zou je zelf wel eens een keer iets willen schrijven of produceren? Ja, maar dat vind ik heel moeilijk. Ik vind het altijd knap als mensen of een instrument kunnen bespelen of echt zo in één keer zo die tekst hebben geschreven, zeg maar. Ja, daar ben ik ooit wel jaloers op. Ik denk van, dat zou wel gaaf zijn. Ja. Maar je ziet jezelf nog niet in het pen kruipen om te zeggen van... Af en toe heb ik zo'n zinnetje of zo, dan komt er in me op en dan zet ik dat wel in mijn telefoon. Maar het is nog niet dat er hele teksten uit voortvloeien. Dan gaan we even samen sparren. Ja. Als ik dat heb, ik heb een zinnetje bij mij in mijn hoofd hangen. Jij zet het in je telefoon, ik vergeet het en ik ben dat melodielijntje ook helemaal kwijt. Ja. Als jij het in de telefoon zet, heb je ook geen melodielijntje meer, denk ik dan. Dat is wel een goede wat je zegt. Ja, goed. Nou, ik heb wel een zinnetje in mijn telefoon staan. Zullen we eens bijpakken? Dat pakken we bij. Kijk, en dat is echt gewoon maar één zinnetje. Even kijken hoor. Notities. Mijn telefoon staat ook helemaal vol met notities, hè? Oh jee. Ja. Even kijken, hè. Alles wat je lief is. Dat moet eigenlijk dan de titel zijn van het liedje. Ja, dat zou kunnen. Waarom ga je dan niet met een paar mensen een beetje zitten sparren? Ja, dat zou wel. Dat doe zou jij wel, eens een paar zinnetjes? Want ik heb wel eens gezien met Jeffrey, met Dennis Jones. Die gingen dus op een gegeven moment van verschillende artiesten een liedje maken. Dus iedereen maakte 2 of 4 zinnetjes. En de volgende maakte daar niet 4 zinnetjes. En dan heb je toch iets aparts, lijkt mij. Ja, dat klopt. Dus hou hem zeker in de achterhoofd. Ja. Nou, als er niemand steelt, nou. Nee. Hey, luister, dus je hebt me net al laten zien. Thuis heb jij een klein hummeltje rondlopen. Ja. Waar de muziek al ook dik in zit. Ja, zeker. Papa is trots. Ja, papa is trots. Maar mama vindt dat niet zo. Jawel. Mama is ook hartstikke trots op. Hey, een knappe dochtertje, Maud. Ja. Ja. Die is het nou 2,5, die wordt in oktober wordt ze 3. En die danst op elk liedje. Niet op elk liedje. Bijna elk liedje. Als het maar Nederlandstalig is, danst ze heel de woonkamer door. Dus dat is hartstikke leuk. Dat kind is vrolijk. Het mooiste wat er is, die wordt met een lach wakker en die gaat met een lach naar bed. Oh, wie weet, over een paar jaar hebben we een duetje met papa. Ja, daar gaat ze mee. Die gaat er wel komen hoor, dat duetje. Ja, denk ik ook wel. Hey, in 2017 bracht je je eerste feestnummer uit. Ja. Geniet toch van het leven. Ja. Maandagmorgen, het is nog vroeg. Een korte nacht, maar slaap genoeg. Het wordt weer afzien deze dag. Maar toch begin je met een lach. Op woensdag zaag je de week in 2. Hebt al je vrienden, ga je mee. Je bent er klaar voor, kom we gaan. Oh, eeuw. Geniet toch van het leven. Wat ook gebeurt, zet je zorgen aan de kant. Door wie is dat toen geschreven? Peter van Nierop. Dat is alweer even geleden hoor. Want jij zal het opgeschreven hebben. Peter van Nierop is de producer die het gemaakt heeft. Ja. En de tekst die volgens mij deels ook door hem geschreven. Of helemaal. Maar dat durf ik eigenlijk niet meer met 100%. Ik kan niet alles op alle. Maar hoe was het toen voor jou om toen die allereerste heel in spannend, de studio... Heel spannend. Ja, ik vond hem heel spannend. Ik had dat nog nooit gedaan. Nee. En een nieuw wereldje. Ik had wel al mensen, Martino Kluitmans had daar ook een eerste single, of die had daar ook al enkele singles uitgebracht en die zei, nou dat is wel een geschikt persoon, nou dan ben ik er ook heen geweest, maar heel spannend, want ik zat helemaal niet in het wereldje en het was allemaal nieuw. Ja.
En ja, toch maar gedaan en uitgebracht. En ja, wel een leuk liedje. Toen werd het even stil. Ja, dat klopt. We hebben corona gehad. Ja. Ja. Maar in 2020 kwam je met de single Ga Je Mee. Ja, 3 jaar later. Ja. Ja. Die heb je bij Sonic Solutions ondergebracht. Ja. Die heeft het ook weer geweldig gedaan. Maar baalde jij niet dat die corona eigenlijk een beetje het roet in het eten gooide? Want nou, een beetje. Een beetje veel, maar je vertelde al. Mijn agenda stond aardig vol voordat de corona helemaal uitbracht. Hè. En dat was dan in één keer, was dat weg. Ja. Ik had een single presentatie gepland, die kon niet doorgaan. Optredens konden niet doorgaan. Ja, daar hoef ik. En met mij vele meer artiesten die in hetzelfde schuitje zaten die periode. Ja. Dus goed balen in ieder geval. Maar ik heb net al een hengeltje uitgegooid. Ik zeg tegen jou, Kevin, het is al zo lang stil. Ja, komt er weer eens een keer wat nieuws? Er liggen plannen, ja. Er liggen plannen. En in het bestek van? Feest. Ja. Oh, je bedoelt... En ook de tijd, feestnummer, maar ook... Ik hoop toch wel in de zomer ergens juli, augustus ergens uit te komen. En dan volle gas weer er tegenaan te gaan. Nou, ik zeg altijd, als het een feestnummer is, dan is het mooiste tijd juni, juli, augustus, september. Ja, dan zit het want goed, dan heb je echt die zomerse klanken allemaal. En dat past een feestnummer goed tussen. Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker. En dan ga je dan wel weer toch proberen je cd-presentatie in te halen die je niet met Ga Je Mee hebt kunnen doen? Nee, ik denk dat ik het anders ga doen. Ik ga hem wel losgooien, de single. Ja. Maar ik heb altijd, ook tijdens de kermis doe ik hier en daar zo Kevin en Friends. Ja. Dus die showtjes heb ik al, zeg maar. En dan wil ik kijken dat we dat kunnen combineren, zeg maar, in die showtjes. Dus op verschillende locaties gewoon. En dan niet zozeer een single presentatie, maar wel om daar ook meteen te laten losgooien, inderdaad. En ideeën nog genoeg om te gaan doen, ook met mijn boekingskantoor, om een soort van reisjes of zo te gaan organiseren of evenementjes op locatie bij gemeentes. Ja. Dus je hebt eigenlijk nog heel veel plannen op je lijstje staan. Ik ben nog niet klaar, voorlopig zijn de mensen nog niet van mij af. Nee. Heb jij ook nog iets dat je zegt van, want ik weet niet of jij ook al een keer met Johan mee bent geweest? Nee, nog niet. Nee, nog niet. Ik ben nog niet mee geweest, maar wel zijn nieuwjaarsparty. Ja, dat weet ik. We hebben echt... Ik kan dat nog niet, eigenlijk niet met zekerheid zeggen, maar er is al gesproken over dat we misschien mee mogen. Oké, nou ik hou het zeker in de gaten en ik ga Bianca anders gewoon even bellen. Bianca. Ja, nou, er valt meestal wel los te punten. Ik zei ook al, ik heb het meegemaakt, ik heb jou meegemaakt op die nieuwjaarsparty van Johan. Ja. En wij dachten van, nou, het wordt rustig. Maar als ik de tent heb gezien wat daar binnen zat en wat losging. Hij was de eerste van de avond. Hè? Ja, dan ging het toch wel vrij goed, hè? Ja. En het was gewoon echt een hele gezellige avond. Ja. En die wordt nog binnenkort wel weer een keer een beetje overgedaan met zijn zomerfestival. Ja, klopt, ja. Klopt. Dus, er zijn er ook weer veel bij, hè? Ja. Leuk. Dus 17 leuk programma. Ja. Ik hou zeker in de gaten of jij de volgende keer erbij bent. Dat is goed. Maar voor de mensen die jou willen boeken, want we hebben nou geen stickers hier liggen. Nee. Mag je nog één keer jouw hele lijstje opzeggen van waar dat ze jou kunnen boeken, bellen, appen, noem maar op. Mensen mogen me via Instagram een berichtje doen, Facebook. Ik ben de, jongens. Perfect Bookings. Zo, ik moet even goed nadenken hoor. Ja, je hebt veranderd, hè? Misschien nog het oude in je hoofd hangen. Nee, helemaal niet. Nee, dat valt op zich wel mee. Maar ik moet wel goed brengen eigenlijk. Hè? Ja. Nou zijn we al half weg. maar in ieder geval op diverse social media ben jij het eigenlijk. Overal eigenlijk. Je hoeft Kevin Appel in te typen en ik ben te boeken. En het kan zelfs zijn dat je ergens anders terecht komt. Dat kan ook zomaar. Kan ook. Je kan ook een hele vreemde voor je neus krijgen met dezelfde naam. Nou, in Nederland geloof ik niet. Twee Kevins? Ja. Echt waar? Ja, serieus. Kevin Appels? Ja. Nou, dan ga ik even research doen, maar dat kan niet. Nee. Ik kan het niet maken, hè? Nee, die heeft mijn naam. we hadden net al samen over gehad. Wat wil jij doen? Wil je een clip of gaan we hier live zingen? Toen zei je, ik wil wel live zingen. Ja, dus we gaan live zingen. We gaan dadelijk Kevin live zien. Maar ik laat hem nu alvast zijn single aankondigen die hij gaat doen. Die camera is voor jou. Hallo, Kevin Appel hier.
Hier is mijn laatste single, Ga je mee? En wij zien elkaar volgende week weer terug. En blijf zeker deze interview in de gaten houden. Tot dan. Doei. Hey meisje in de kroeg, ik zie jou wel zitten. Ik weet niet zo goed hoe ik moet beginnen. Het liefst loop ik naar je toe, zou jij dat willen? Die blik van jou brengt me buiten zinnen. Wil jij met mij misschien er vandoor gaan? Er is nog zoveel meer en dat wil ik je laten zien. Als wij dan bij elkaar zijn, dan is mijn hart compleet. Hey meisje, het is maar dat je het weet. Jij bent hier alleen, toe kom je met me mee. Want zeg nou zelf, alles is veel leuker met z'n twee. Ik zal je laten zien, samen is het een groot feest. Echt, de liefde is nog nooit zo mooi geweest. Kom, ga nu niet weg, maar drink met mij nog wat. Dan maken we een rondje door de stad. Ga je met me mee, ik weet een ander leuk café. Even weg, even met z'n twee. Hey meisje in de kroeg, ik zie jou wel zitten. Ik weet niet zo goed hoe ik moet beginnen. Het liefst loop ik naar je toe, zou jij dat willen? Die blik van jou brengt me buiten zinnen. Wil jij met mij misschien er vandoor gaan? Er is nog zoveel meer en dat wil ik je laten zien. Als wij dan bij elkaar zijn, dan is mijn hart compleet. Hey meisje, het is maar dat je het weet. Pak je nu mijn hand, dan gaan we hier vandaan. Want zeg nou zelf, er is vanavond toch niet zoveel aan. Ik heb een beter plan, we laten iedereen alleen. Echt, zeg ja, dan gaan we ergens anders heen. Kom, ga nu niet weg, maar drink met mij nog wat. Dan maken we een rondje door de stad. Ga je met me mee, ik weet een ander leuk café. Even weg, even met z'n twee. Hey meisje in de kroeg, ik zie jou wel zitten. Ik weet niet zo goed hoe ik moet beginnen. Het liefst loop ik naar je toe, zou jij dat willen? Die blik van jou brengt me buiten zinnen. Wil jij met mij misschien er vandoor gaan? Er is nog zoveel meer en dat wil ik je laten zien. Als wij dan bij elkaar zijn, dan is mijn hart compleet. Hey meisje, het is maar dat je het weet.